Amsterdam, de Wallen, om precies te zijn, de Oude Kerk. Hier is een bijeenkomst over het leven van de in 2007 overleden majoor Alida Boshart. Aanleiding is het majoor Boshart Huis. Dit was jarenlang het woonhuis van de beroemde heilsoldaten. Majesteit, in het bijzonder wil ik u heel hartelijk welkom heten. Fijn dat u naar vanmiddag bent en dat u de tijd heeft vrijgemaakt om vanmiddag onze gast te zijn. Wij stellen dat zeer op prijs. En ik zie er naar uit om u straks later deze middag ook in het majoor Boshart-huis te mogen verwelkomen. Even ter herinnering, dit is majoor Boshart. Nou, je kent ook zelf allemaal een stukje. Nee, oh, dat ben je niet. Maar je bent toch op een merk. In het huis waar u straks naar binnen gaat, woonde en werkte tot 1978 Alida Margaretha Boshart. In de volksmond beter bekend als majoor Boshart. Deze soldaat van het leger des Heils werd niet alleen ooit op de Wallen gesnapt met prinses Beatrix. Ze ontving ook een Yad Vashem onderscheiding voor het redden van meer dan 75 Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Zo, majoor. We zijn er weer. Met haar eigenzinnige media optredens werd majoor Boshart een bekende ambassadeur voor zowel haar geloof als het werk van het leger des Heils. Goed, majoor. Majoor Boshart was een markante vrouw die zich net zo makkelijk begaf onder straatkinderen en daklozen als onder koninklijk gezelschap. Ze werd ervoor geroemd en geëerd, maar zelf bleef ze daar altijd nuchter onder. Persoonlijk vind ik het niet heel. Maar ter wille van het leger en van het koninkrijk van God is het weer de mogelijkheid om iets uit te dragen. Maar voor mij hoeft het niet. Ik zie het met de colonisator. Te voet gaat Maxima van de Oude Kerk naar het nieuwe majoor Boshart Huis. In het pand waar ze zelf ook woonde, ving Boshart kwetsbare mensen uit de binnenstad van Amsterdam op. Haar woongedeelte in het pand is nu in oude staat hersteld en toegankelijk voor bezoekers. In het huis zullen tentoonstellingen en bijeenkomsten worden georganiseerd. De huiskamer van het pand zal een toevluchtsoord blijven voor kwetsbare mensen uit de Amsterdamse samenleving. En met de onthulling van een levensecht beeld is het officieel geopend. Bijna eng. Ik sta hier naast majoor Boshart. Ik ken haar, of kende haar. Ik werkte lang geleden voor AT5 en maakte een live verkiezingsprogramma en heb toen majoor Boshart letterlijk op een zeepkist gezet om haar visie te delen over haar stad Amsterdam. Terug naar Maxima in de woning van de majoor. Ja, die waren gewoon van Bianca. Ja, van Bianca. Ja. Klopt, ja. Nou, daar klikken ik mee in de straat hiernaast. Ja, precies. Hier bent u opgegroeid. Ja, ik ben hierboven, heb ik het eerste deel van mijn leven gewoond, boven de majoor. Mm-hmm. En met verjaardagen vierden we hier met twee. Dit was haar kamertje, ja? Dit was haar kamertje. Mm-hmm. En hier deed ze eigenlijk alles. Ze woonde hier, ze werkte hier, ze ontving hier mensen. Hier waren vergaderingen met 12 mensen. Koken kon ze ook wel? Nee, koken kon ze helemaal niet. Oh ja? Nee, ze had potjes hak. Oh ja? Dus die kon ze warm maken. Nee, ze kon niet koken, ze kon niet zingen. En hier in deze kamer is van alles gebeurd. Ik weet dat in deze kamer is, zijn de koninginnen voor u geweest. Het schoonmoeder hier kwam met de kopje thee drinken voordat ze met een pruik het rondging, toch? Ja. Ja, ze zit in deze kamer. Van de pers, kijk eens. Ja, ze werd toch ontdekt, hè? Dat was natuurlijk al ze het verhaal. Ze werd toch ontdekt, ja precies. Ze was natuurlijk incognito, was ze in de stad samen met de major en ineens was er toch een fotograaf die dacht, hé, dat lijkt onze prinses wel. En toen is een foto geschoten
En toen is de Mior samen met de prinses ook op de vlucht gegaan. Ja. En uiteindelijk bij jouw opa en oma hier ergens op de bedrijf. Ja, toen zijn ze bij mijn opa en oma zeg maar, naar binnen gegaan. En mijn oma was echt een platte Amsterdamse, net zo hoog als dat ze breed was. En die dacht dat de majoor een meisje van de Wallen had meegenomen. Want dat deed ze wel vaker. Dus die begonnen heel vragen: ah, schatje, ga zitten. En, op zijn platte Amsterdamse. Hij had nooit geweten dat het de prinses was. Ja, ja, ja. Dat was veel later, toen ze een bedankt kreeg. Veel later. Ja. En, mooi. Ja, prachtige familieverhalen zijn echt ontstaan hier ja, ja, door de Major. Fantastisch, heel mooi, heel goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijn dat u er was. Ja, ik ga met u. Ja. 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 Dus, ja. Die kant op. Zo, ja. Voor de politie en de beveiligers van Maxima is het best een ingewikkelde dag vandaag. Overal komen mensen vandaan. Een korte ontmoeting met het publiek en dan snel naar huis, naar Den Haag. Ze is de afgelopen dagen in Argentinië geweest en haar toestel waarmee ze naar huis zou vliegen ging niet, was kapot. Dus ze kwam pas vandaag in Nederland aan. Maar laat het aan haar over om niets te laten merken van een eventuele jetlag.